Laten wij bewijzen dat wij uit deze jaren van rampspoed en ellende veel hebben geleerd. Laten wij elk voor ons alle egoïsme laten varen. Onze krachten uitsluitend geven. U heeft 200 collega's en u slaapt met z'n 20 op een kamer. Ken je Chris Meijer, hier doodgeschoten, over de reden is lang gelopen. Ik ben Simon Vestdijk, schrijver. Slecht? Ze willen niet zien dat je niet altijd een keuze hebt. Ik sta tegenover de oorlog als een kind. Wat niet snapt wat je ziet. Geen zwart of wit. Ik heb hier een luciferdoosje. Die geeft u aan Henk Gijsbert. En zegt dat u van de LO komt. Als u nou toevallig binnenkort op het idee komt om het distributiekantoor in Villa Doornbos te gaan kraken, denk dan wel aan de kiddelekkolen in de schuur van Stovee. Maar u weet het niet. We kunnen gewoon ontsnappen! Dit bord stond in de oorlog aan de grens van Doorn. Erop stond Joden niet gewenst. Zoals je kan zien is dat tijdens de oorlog beklad geraakt. Als een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. Oh, we zijn eigenlijk vrij. Ja. Doorn is bevrijd, geen pijn en vreemd. In het Kaapse. Daar schuilt nu de NSB.